De gemeente liet dinsdagmiddag weten dat er toch een moskee komt aan het Jonkerbosplein. Buurtbewoners wilden niet voor de camera reageren, maar Peter Scholten, voorzitter van ondernemersvereniging Winkelsteeg, geeft aan dat hij de moskee niet vindt passen bij de innovatieve Noviotech Campus. Noviotech Campus is een geweldige ontwikkeling. Dus iedereen, het is een beetje ieders darling aan het worden. Ik zei net al, economische hotspot, ik zal dat blijven benoemen zo. En dan moet je deze keuze voor een moskee niet daar maken. Wij vinden dat die ruimte absoluut vrij moet blijven voor ontwikkelingen in de business sfeer. Dus ik kom weer even terug op die economische hotspot. En dat gaat, dat wil ik wel heel sterk benadrukken, het gaat hier niet om een moskee of een kerk of een zwembad of een tennisbaan. Dus de moskee als zodanig, dus niet dat we, laten we zeggen, standpunten krijgen anti-moslim, want dat heeft er niets, ik wil herhalen, niets mee te maken. Het gaat er puur om dat wij zeggen, de centen moeten eerst verdiend worden. Dit voor uitbreidingen van de business die daar zo succesvol plaatsvindt momenteel. Want zeker meneer Veldhuis, die kruipt daar een beetje voor weg. Die moet gewoon open in onze discussie gaan. En we hebben wat gesprekken gehad met de gemeenteraadsleden. We zijn toch een beetje verrast door het feit dat nu kennelijk toch maar wordt doorgezet om het bestemmingsplan te veranderen. En ja, ik wil daar toch even benadrukken bij opmerken. Deze race is nog niet gelopen.